Dan nu de mesmaker, 1,5 minuut. Hij spreekt namens de ECR-fractie. En ik sluit mij grotendeels aan bij de woorden van de voorgaande spreker. Namens de ECR-groep wil ik ook mijn medeleven aanbieden aan de familie, aan de vrienden, aan de overlevenden van dit vreselijke bombardement. We zijn allemaal geschokt en roepen op tot een diepgaand en onafhankelijk onderzoek. Hoe is het in godsnaam kunnen gebeuren dat hulpverleners en patiënten het slachtoffer zijn geworden van een luchtaanval op een NGO-ziekenhuis? Het kan niet anders of er zijn ernstige inschattingsfouten gemaakt door Amerikaanse en Afghaanse militairen. En zelfs dan nog. De Amerikanen opereren al 14 jaar in Afghanistan. Het bombardement afdoen als collateral damage is een goedkoop en een onaanvaardbaar excuus. Daarnaast geeft Artsen zonder Grenzen aan dat het al het mogelijke heeft gedaan om de eigen veiligheid te garanderen. Zelfs indien er Taliban-strijders in het ziekenhuis waren, wat Artsen zonder Grenzen met klem ontkent, moesten hulpverleners eerst gewaarschuwd worden. Maar het probleem reikt veel verder. Door structureel wanbeheer bij de Afghaanse overheid is de Taliban vandaag opnieuw aan een opmars bezig. 1 jaar na de bejubelde eenheidsregering is er nog altijd geen minister van Defensie en bekvechten de president en de premier over overheidspostjes. En ondertussen strijdt het Afghaanse leger met ongepast materieel en een onbekwame leiding tegen de Taliban. Omdat ze niet beschikken over een luchtmacht die het verschil kan maken, werd de hulp ingeroepen van de Amerikanen. Zij voerden tegen hun mandaat in bombardementen uit. Hoe kan het dat 7000 Afghaanse troepen tegen een 10 keer kleinere macht de controle over een stad moet opgeven? Er zijn gevaarlijke parallellen te trekken met Irak, waar het leger op een gelijkaardige manier de controle over Mosul kwijtraakte. We moeten daar... Veel dank, heer collega. Dank u wel, de desmesmaker. Dan nu voor 2 minuten de heer Austravicius. Hij spreekt namens de ALDE-fractie. Gaat u gaan. Mr. Chairman, Commissioner, colleagues. Voorzitter, commissie, collega's. Ik spreek namens de ALDE-fractie en in de eerste plaats...